Sylvia, zie ik er goed uit? Ja, wat is er dan? Nee, gewoon voor de zekerheid. De tekenserie Scooby-Doo is over een minuut afgelopen. Dat komt reclame. Dat duurt ongeveer 5 minuten. Dus over 6 minuten zijn we live. Dan begint onze show. Kom op, Sylvia. Dat zeg je echt altijd voor elke aflevering. Concentreer je beter op de tekst. Oké. Zin om Indiaantje te doen? We beginnen met scène 1. Jouw tekst komt eerst, hoor. Oh ja, sorry. Hoe ga je het straks dan doen, wanneer we live zijn? Vergeet je dan alle tekst van de spanning? Nee, natuurlijk niet. Oké, broer. Kom, dan gaan we nog een beetje repeteren. Dat is goed. Welke scène? 21. Oeh, de leukste. Slim. Weet ik. Begin dan. Waarom? Waarom deed je dat? Je hebt me verraden aan mijn vijand, broer. Hoor je me wel? Jij bent mijn broer niet meer. Waarom? De duister heeft mij in zijn macht. Ik zie alleen maar donker voor mijn ogen. Ik wil macht. Hoor je mij? En het is me gelukt. Nu alleen nog de wereld. Wow, dit keer was het echt goed, Dan. Zelfs een beetje aanstaanjagend, hè? Hallo, Dan. Huh? Wat zei je? Blijf er eens bij. Ja, oké. Luister je wel? Natuurlijk, maar kijk. Een paar rare meiden. Nou en? Nee, die daar. Die blonde. Wat is daarmee? Ken je haar of zo? Ik zou het wel willen. Ze is mooi. Serieus? Zij? Volgens mij ben ik verliefd. Kom op, ze is plat. Ze is een pannenkoek. Dat maakt toch niet uit? Je kunt in deze wereld veel betere meisjes vinden. Wat denk je? Zal ze me horen? Hey, meisje! Hallo? 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 Meid? Meisje? Reageer, AUB. Oh, ik schaam me voor je. Ze zal niet reageren. Nee. Accepteer het. Oké, kom, dan gaan we verder. Ah, oké. Hey, zag je die jongen? Welke? Ik moet stoppen met dromen. Hij zal vast nooit aan mij zwaaien. Hij zwaait echt. Nou en? Zie je dan niet hoe leuk hij is? Hij laat me niet lachen. Ik meen het. Kom op, hij is rond en heeft inhoud. Wat maakt jou dat nou uit wie ik leuk vind? Zeg eerlijk, je bent op hem verliefd. Ja joh. Je bent verliefd. Iedereen heeft dat wel eens. Echt? Kijk, hij laat iets zien. Volgens mij vindt hij mij ook leuk. Haha, yes! Ja, maar hoe wil je bij hem komen? Wauw, daar heb ik niet aan gedacht. Ik weet het niet, maar dit is zo romantisch. Net Romeo en Julia. Kijk, hij probeert het glas kapot te maken. Ik zal het ook proberen. Ze houdt ook van mij. Ze probeert ook het glas te breken. Het is zo romantisch. Net Romeo en Julia. Waarom zegt iedereen dat? Wie? Zij. Ik kan liplezen. Echt? Dat heb je nooit gezegd. Let nou maar op. Waar gaat ze naartoe? Ik begrijp het niet. Ik dacht dat ze van me hield. Wat zei ik daarnet, eikel? Kijk. Ze heeft een bord in haar handen. En er staat iets op. Er staat I love you. En ook, hoe heet je?
Ik wil naar je toe. Ik ook naar jou. Ik wil naar haar toe. Dat lijkt me logisch, maar hoe? Weet ik, Pil. Ik ben geen genie. Sorry, makker. Jullie zijn twee verschillende werelden. Het is onmogelijk. Alles is mogelijk. Ja, maar dit niet. Ik moet gewoon naar hem toe. Kijk wat hij allemaal doet voor mij. Wij moeten iets verzinnen. Oké, op drie beuken. 1, 2, 3. Nog een keer. Nog een keer. 1, 2, 3. Wow, het is gelukt. Ongelooflijk, wat is hij sterk. Kom, snel. Hallo. Hallo. Ik ben Dan. Ik ben Violet. Wat zijn ze opeens verlegen? Zeg dat wel. Jij bent mooi. En jij sterk. Wat een klef gedoe. Toch nog een gelukkig einde. Hé, jij bent best leuk. En jij bent best wel knap. Zeg, hoe heet je? Chris. En jij? Sylvia. Zeg, hoe heet jullie show?